een markant moment voor de entertainment sector in Suriname. De officiële opening van Mingle Cocktail Lounge. De doelstelling van Mingle Cocktail Lounge is dat elke bezoeker Mingle tevreden verlaat en leuke herinneringen heeft aan zijn of haar ervaring. Vandaag wordt er een nieuw concept gepresenteerd aan Suriname. Zoals dat wij dat met Building Depot Suriname hebben gedaan met de focus op gemak. En de International Mall of Suriname die 2022 opent met de focus op entertainment. Elk mens heeft recht om mooie belevenissen te ervaren. En daarvoor is het nodig dat iedereen beschikt over die mogelijkheden. Uw aandacht voor de manier die dit allemaal heeft mogelijk gemaakt. Zoek dat cadeau. Soms zeggen mensen, waarom roep je de hele regering omdat je een cocktail lounge opent? Mensen, als je een traject van mijn leven kent, zou ik zelfs de president van Amerika moeten willen uitnodigen. Omdat het is gegaan door zweten en door hard werken en geloof hebben in jezelf. En ook geloof hebben dat Suriname dag je. Het moet goed gaan in Suriname. Weet je? En maar dit is mijn droom altijd geweest, dat Suriname, waarom lijkt Suriname niet als Orlando wanneer ik ga, je kan langs de straat alles netjes. Daarom mensen, als je hier ziet, als je hier kijkt, hoeveel arbeidsplaatsen we straks gaan creëren, is heel veel. De netheid die we gaan presenteren, de liefde die we presenteren hier, de moet je zeggen, de samen zijn. Namens de president van de Republiek Suriname, Chandrika Persat, Zanstokkie en de regering van Suriname, heet ik u allen op deze magische plek Mingle van harte welkom aan Ringweg Zuid in het resort Munder. Wij hebben als regering een primeur om officieel getuige te mogen zijn van dit stukje meesterwerk. A real piece of art. Meneer en mevrouw Kalu, proficiat en allen die hier aan hebben meegewerkt, a job well done. Wij mogen trots zijn op deze jonge dynamische Surinamer, ondernemer, die zijn leven niet droomt, maar zijn droom leeft. Het is een waar genoegen om namens de president van de Republiek Suriname hier aanwezig te zijn en hem te vertegenwoordigen met een team van adviseurs, de heer Roosevelt, meneer Wang en Baldeo. Bij deze pre-opening van de International Mall om Suriname. Ik wil dan ook familie Kalu en allen hierbij betrokken complimenteren op hetgeen hier is neergezet. Een prachtige shopping mall en een lounge van internationale allure. Met het incorporeren van elementen van Suriname, zoals het kleurrijk Paramaribo woordbeeld, welke onze multiculturele samenleving weerspiegelt, en het aluminium vliegtuigmonument, welke de bijzondere rol die Suriname heeft vervuld tijdens de Tweede Wereldoorlog benadrukt, maar niet alleen dat, maar dat bauxiet en daarmee aluminium lange tijd de drager is geweest van de economie van ons land. Meneer Kalu, is uw project een waar esthetisch visitekaart voor Suriname? Laat me aangeven dat ik bijzonder vereerd ben, meneer Kalu, om dit te mogen meemaken. En te meer ook zoals u gesteld hebt, dat we ook kritiek mogen verwachten. Dat is goed. Dat maakt ons scherp. Dat gaat maken dat we verder gaan werken aan de opbouw van dit mooie land. We moeten vaststellen dat business doen in Suriname niet makkelijk is. Ja, we verdienen geen schoonheidsprijs. Als u kijkt op
waar we staan op die lijst van Asian Doing Business. Ja? 162e plaats. Ja? Dat is niet makkelijk voor ondernemers om hun dromen na te gaan. Maar desondanks zien we dat wat hier is neergezet geweldig is, zeer uitnodigend is. En we zijn blij dat we dit mogen hebben en dat we ook hier mogen staan om u een woord van kracht toe te wensen om door te gaan. We zijn bijzonder blij en we kijken uit naar de opening van de andere delen van dit complex, ja, zodat mensen hier geriefelijk zaken kunnen doen, maar ook zich kunnen ontspannen. Ja, we zijn blij. We bedanken u voor uw bijdrage en roepen ook op de overheid om ondernemers te faciliteren om makkelijk, ja, zaken te kunnen doen. Want dat is belangrijk voor die ontwikkeling. Mensen, zo jullie weten al een beetje, ik heb een taxi. Hoe ben ik beland in taxi? Ik heb mijn ambt afgemaakt in 1991 en ik moest wegens omstandigheden gaan werken. Wel, ik heb 30 tot 33 sollicitatiebrieven geschreven aan bedrijven. Van de 33 brieven heb ik maar 2 interviews gehad, maar die wilde ik niet. Boy, dat was iets. Dus ik heb met mijn moeder gesproken, wat doen we? Mijn moeder had een beetje aan duizend en ik heb mijn bronvies per kop gereisd. Dus ik koop een auto om taxi te gaan rijden, want dat was de enige optie. Voor 2000 NF koop ik een auto met alle soort garanties. De maximum garantie nog wel. Eerste regenval, mi wagi sungulek para Maribo Noord. Dus je moet voorstellen, we bellen maar even voor garantie, maar dat die garantie was niet voor regen. Dus moest ik het doen zonder die garantie. Van de 4 wielen, waan bij orde maar hem. Dus ik reed heel langzaam en ver van de andere auto. Alle de klanten zei ik zie me, maar dan ga je rijden zo rustig. Met deze man is verkeersveiligheid, je moet rustig doen. Dus moeilijke tijden. En mijn auto was zo bekend geworden, ik had een blauwe lens gekocht, blauwe auto. Dus een garage is aan bereid, de man belde, maar dat was nu zijn blauwe wagen. Dus dat telefoon rinkel, dat hoor je iedereen. Dus dat telefoon rinkel. Ik denk, jongens, de motorcycle, de motorcycle, de blauwe wagen, noem kom maar. Dus mijn blauwe auto was zo populair dat ik niet meer kon bakken. Ik had geen andere keuze dan te rijden op straat en andere garages zoeken. Dankzij mijn ex-schoonmoeder heb ik een Braziliaanse klant gevonden. En die wordt niet zo erg om in een kapot auto te rijden. Dus ik reed Brazilianen hier en daar. Maar wat even positief op een keer in mijn leven gebracht is, wanneer je eerlijk bent en oprecht. Dat is heel belangrijk voor iedereen. Een Braziliaan, ik reed de Braziliaan, we zijn geweest, ik weet dat ik nog, we zijn naar Your Family Store gegaan, die man bij Kroosdorp. Hij gaat daar, na de rit kom ik thuis, ik zou gaan eten, zo rond 1 uur. En ik zag een pakje met goud in mijn auto. En ik wist van wie het was om hem bij. Dus ik schaaf niet, ik ga naar de Braziliaan, ik zoek de Braziliaan op. En ik zag, hier is je goud, je hebt het in de auto gelaten. En vanaf die dag vertrouwden ze me. En al die Brazilianen die een document moest maken om naar binnen moest gaan om een concessie te regelen en zo. Liepen ze me om vertrouwen. Ze gingen vertrouwen wat ik zei en wat ik deed, want ik liet altijd alles oprecht. Ik heb een goede relatie met de Brazilianen, ik zei hoe Brazilianen. Tijdens een van die ritten, de Brazilianen kwam ook thuis bij mij, kwam bij me thuis. En hij ziet, ik heb geen ijskast. Marisa was nog klein, baby. En ik had de ijsbox als ijskast. Dan met ik in de ijskast, dan spam ik jouw ijskast. Na 3 maanden gaat hij aan binnen, hij komt, ik koop een ijskast voor me. Dat is mijn eerste ijskast, heb ik van een Braziliaan cadeau gehad. Zo kom ik in het binnenland en ik zie wat handel is. Dus ik bracht altijd Golgate en pas al die dingen om te verkopen toen ik ging. En dan maak je extra's. Alles wat ze me vroegen deed ik. En ik begon van de handel te houden. En ik zag dat er een markt was in Suriname voor een one-stop shop voor mijn bouwsector. Zo ben ik in 1999 begonnen met Transamerica Trading. Ik ben 17 jaar manager-director daar geweest, totdat we begonnen in 2014 met Builder Depot, met andere partners. En 2017 zijn we met de mall begonnen, met de bouw van de mall. En vandaag staan we hier.
een land kan opgebouwd worden door een goede democratische regering, goede ondernemerschap en een heel intelligente governor. Want onze rente, misschien ga ik nu klagen, want de rente bij de banken is te hoog. Dat brengt geen ontwikkeling. Misschien mag ik dat niet zeggen, maar misschien wat doen aan de bank, ja, maar ze moeten het horen. De rente in Suriname is te hoog voor de ontwikkeling. Als je van de school af bent, je hebt een baan, je kan geen huis kopen. De overheid kan je geen perceel geven aan een huis, dat kan niet. Geen enkel land kan het doen. Dus wij moeten ook als ondernemers een steentje bijdragen. En dat doen we als International Mall of Suriname. We hebben straks meer dan 1000 arbeiders hier. We krijgen straks een family franchise binnen de Chuck E. Cheese. Heel prachtig. Maar dan hebben we ook meer entertainment. Er komen Pizza Hut, al die Amerikaanse franchises en van kleding en zo krijgen we ook. En dat is een voorzitter van de ontwikkeling van Suriname. Dus mensen die filmen en straks die commentaar gaan leveren op de regering dat ze naar een cocktail lunch zijn geweest. Hou het voor jezelf en ga werken. Creëer iets en laten we bewijzen dat we ook Suriname naar andere hoogte kunnen binnenbrengen. Het doet me pijn wanneer ik lees, Guyana dit, Guyana dat. En Suriname, vaker. Kan niet. We kunnen niet blijven staan en de regering bekritiseren de hele dag en niets doen. Met de opening van uw nieuwe zaak vandaag motiveert u ook zeker tal van andere jonge ondernemers. Ik wil alle mensen en vooral de jonge ondernemers, mannen en vrouwen vragen om de moed niet op te geven. Doe iets voor jezelf. Je moet ergens beginnen. En volhouden is het woord dat je elke dag aan jezelf moet zeggen. Volhouden en je zult je doel bereiken. Want je hebt het over toerisme, je hebt ook over persenmooien. Al die mensen gaan ook hier komen. En ik weet het niet hoor, ik kan het niet zo weten hoe je elke weekend hier kan komen zitten. Ik kan nog kijken. Maar in ieder geval, gefeliciteerd. Dank u wel. En we troepen ook van die maal en cadeau. Dat ik dat wel even zeg. En dat die alle in business ik hoor aan het gezien. Proost everyone! Maar ik ga toch even naar die muziek luisteren, maar...